Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we jullie zo meteen? Goedemorgen. Ga naar voren. Gaan we naar de film? Gaan we weer warm. Later. De zon hadden we. En dan daar. Verklappen. Een schommel. Die... Oh, hey, past niet meer. Dat is mooi. Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. We zijn de Bellyhouse. Familievloggers. Het is weekend. Zaterdagochtend. We zijn weer bij elkaar. Ik ben 4 dagen on-road en 4 nachten van huis geweest. Ja, joh. Met een uitdaging, wifi. Ja, dat is nog wel even een ding. Ik zal het je even laten zien. Kijk. De hele remix, ik kan het hoofdblad wel even laten zien. Ja. Dit is dan de hele remix van alle filmpjes. Ja. En ik heb geprobeerd overal sterk signaal te krijgen en dat lukte dan niet. En ik moet zeggen, ik ben vanochtend vroeg opgestaan om de hele harrewar dan helemaal goed ingepland te krijgen. Wat gelukkig volgens mij nu bijna geluk is. Ja, dus dat was nog wel een puzzeltje. Dat was een puzzeltje. Maar als we erop terugkijken, we hebben 4 hele leuke dagen gehad. Ja. Wel 4 nachten van huis geweest. Ik dan althans, jullie maar 2 dagen. Ja. Ik 4 dagen. Maar de herinneringen zijn op en top. Ja. En, maar we moeten wel iets gaan bedenken hoe wij voor de vakantie elke 24 uur iets kunnen gaan doen. Krijgen. Ja, want dit is dus een klein beetje de uitdaging die wij dus hebben. Omdat wij altijd binnen de 24 uur loaden we eigenlijk altijd opnieuw nieuwe content op naar YouTube. Ja. Weet je wat anders is, hè? Maar ja. Glasvezelverbinding in de camper. Ja, natuurlijk. Je kunt geen glasvezel meenemen op vakantie. Dat kan toch niet. Nou ja, dit zijn dingetjes die we even achter de schermen. Daniel is vanochtend vroeg, daarom stelde ik een kopje koffie. Ja. Hij is vanochtend vroeg opgestaan, want hij al die video's, die warboel, wat allemaal op het bureaublad stond, moest hij allemaal weer inplannen. En dan moet je goed kijken welke vlog eerst ging en welke daarna ging, want die volgorde moet je ook goed nakijken. In de tijd, anders en dan heb je ook nog de shorts, dus we hebben de vlogs en dan de shorts op ons hoofdkanaal, de shorts op ons aparte shortkanaal. Dus het was echt even een puzzeltje. Maar het was ook hier heerlijk in de keuken. Vanochtend hebben we lekker ontbijtje. Ondertussen zitten we weer lekker aan het ontbijt op deze zaterdagochtend. Het zonnetje schijnt, jongens. Het wordt weer een prachtige dag. We gaan straks wel nog eventjes de boodschapjes halen. Want we hadden niet heel veel boodschapjes meer in huis van de afgelopen dagen. Dat heb ik gisteren eigenlijk ook niet meer gedaan. Want ging ik met de kinderen naar de speeltuin toe. Iets langer dan gepland. Voordat we Leon weer gingen ophalen. En Daniel, hebben jullie ook gisteren kunnen meemaken. We hadden dus gisteren een draaidag. En die was dus niet bij ons. Maar omdat hij gisteren zo laat thuis was. Toen wij al onze filmavond hadden. Want we hadden gisteravond filmavondje, vrijdagavond. Hadden we hem nog net even gespot, maar toen was het voor ons alweer te laat om ook die beelden weer helemaal te editen. En wordt die vlog van gisteren veel te lang. Dus hadden we jullie beloofd om vandaag de beelden te laten zien van Daniel. Een hele grote vlek op de lens zie ik trouwens niet. Oh ja. Zie je? Ja, hier de kindervingertjes denk ik. Luciusvingertjes. Zo. Ja? Ja. En daar heb ik hele leuke beeldjes van gemaakt. Omdat ik gisteren natuurlijk net op tijd terug was met de zonsondergang hier thuis. Heb ik die natuurlijk niet in de vlog mee kunnen nemen van gisteren. Op die golfbaan, jongens, daar gebeurt wat. Waardoor echt letterlijk vakantie op stelten gaat gebeuren. Ja, ik dus, ben het, de veroorzaker van de uitdaging. Ja. Kijk maar even gezellig mee. Ja, wij gaan hier lekker ons eten opeten. En wij zien jullie straks alweer als jullie alle beeldjes van gisteren van Daniel hebben gezien. Kom dus dan. Veel plezier. Zo, nou, mijn uitzicht hier. Dit was mijn uitzicht op de prachtige weilanden. In het mooie Vianen. Dan is het nu tijd, om naar filmset te rijden. Gelukkig is het nu maar 10 minuutjes hier vandaan. Dus daarom. De planner zegt dat ik er over 200 meter moet zijn. Waar moet dat hier dan zijn? De kroonprins? Oh. Ja, hier was het. Dat ook al een verkeerde afslag. Jongens, het is toch geen tijd. 8 uur 's morgens om op potje te gaan. Golven. Zo, nou, camper geparkeerd. En ik moet nu zo gaan praten. Nou, ik heb de camper geparkeerd. Het eindelijk gevonden. Want jongens, het is toch geen tijd om op potje te gaan golven. S'morgens om 8 uur zeg.
goedemorgen. 8 uur, goedemorgen. Pijn in mijn rug. Ja, ik, zo, ik had een verkeerde afslag. Oh ja. Ik kon het golfbaantje niet vinden, maar we gaan eventjes een potje golf hoor. Goedemorgen deze morgen. Dit is toch geen tijd om een potje te gaan golven? Goedemorgen Daniel. Goedemorgen. Hoe is het? Heb je er zin in? Ik kon de golf Dit wordt jouw dag, hè? Ja, ik moet nu al een beetje bewust op praten. Ja? Ik had een verkeerde afslag. Ja, je bent eigenlijk weer te laat. Wat een leuke producer, sorry dat ik verkeerd was. Maar, ja, maar geen probleem. Ja. Mag ik nog een bakje koffie? Ja, je mag nog wel een bak koffie en daarna snel de make-up in. Wat is bijna? Dus nu de make-up in. Dan gaan we jullie zo meteen zien. En dan kom je op de golfbaan en denk je een oud bekende tegen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen man, hoe is het? Ja, goed met jou. Ja, hij was de cameraman op onze eerste cowboy-serie. Van Lucky Luan. Van Lucky Luan. Dat dacht ik ook nou. Leuk. En geloof het of niet, zo'n vader. Kijk, dit is vader met bril. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wie ben jij? Is zoon. Je ziet het, hè? Gezellig nu. Ja, wel. Nou, we gaan een potje golf. Ik ga gewoon even een keer opzetten, hoor. Tot zo op de golfbaan. Is nog eens een chique visagie. Ik weet het. Goedemorgen. Allemaal, we gaan weer in de make-up. Ja, het is hier groot, hè? Ja, het is hier heel mooi. Heel ruimtelijk, hè? Ja. Zal ik die jas anders even uitdoen? Dat is handig voor zich, hè? Ja, voor jezelf vooral. Ja, vind ik vannacht een keer met de regen, joh. Ja. Ik sliep in de camper. En hoorde het. Als het morgen overdag ben je zo hard in het land. Ja, het is echt voor dat beginnende lente weer. Ja. Dat je denkt, April, doet wat hij wil. Ja. Nou, we gaan een beetje de haren bijwerken. Ja, ik ga heel even uitstekende inpluggen hier. Ja, natuurlijk. Kan ik deze? Ja, een uitstekende haar. Een beetje wijter in. Nou, en dat daar. Hier is het dan. De golfvloer. Ik ben ready voor de golf aan. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik heb mijn golfjasje weer aan. En er was iemand vorig jaar op zet. Waar ik een potje mee ging tennissen. En die gaat nu mee op de golfbaan. Wij gaan vandaag lekker potje golven. Kijk dan joh, jouw outfit, je hebt de golfschoenen aan. Super joh, ja, ik heb nog mijn blinkertjes aan, maar... We zijn er helemaal klaar voor. Heel veel zin in. Zeker. Goedemorgen. Hoe is het, Mandy? Ja, heel goed. Kijk, koffie voor iedereen. En we staan hier op de golfbaan met een fantastisch golfbaan. Moet je dit kijken, dit is mijn medespeler. Goedemorgen. Goedemorgen. Wil jij je even voorstellen? Ja, ik ben Tijn Dokter en ik speel golfer 1. Golfer 1? In jullie film. En ik ga af als een gieter, want hij kan heel goed golven. En ik dus niet. Kijk, Sebastian, die denkt, ik ga vast op de golf. Ik ben er helemaal klaar voor. Mag ik eens kijken hoe je dat doet? Daniel, hè? Oh. Zie je gelijk dat je misgaat? We gaan hem oefenen. Armando? Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, we gaan het proberen. Ja. Dankjewel. Ah, top. Hallo, Armando, regisseur. Nou, misschien kunt u een beetje meekijken. Ja, super. Nou, en even een duimpje omhoog. Voor Martijn, die gelukkig weer een mooie vlag komt. Ja, want dan kan Daan weer... Ja, dan denk je, moet mijn handen bij hebben. Ja, precies, ja. Ik doe wel een vestje aan, ik heb het nog koud. En dat zou ik zeggen, let the movie begin. Heb je wel eens op de golfbaan gestaan? Zeker niet. Oh. Het is mijn hele eer om met jullie hier te staan. Ja? Ja. Maar wat zou je niet een balletje willen wagen? Jij, Daniel? Wat lijkt je het leukste op de golfbaan? Zo'n afslag of eigenlijk ook dat putten hier? Ik heb echt geen idee. Ik weet wel dat je mij niet zo'n stick moet geven. Stick, hoe heet zoiets eigenlijk? Golfclub. Golfclub, ja. Ik had ook hockeystick geschreven in het scenario. Moest ik of golfstick, maar het moest golfclub worden. Ja, er staat zoveel dure apparatuur. Daar gaan we ons niet aan vragen vandaag. Nee. Dus ik heb het helemaal zwak. Onze figurant voor vandaag. Kijk eens, goedemorgen. Goedemorgen. Sterre, jij bent van alle markten thuis vandaag, hè? Ja. Welke handicap heb je? Wat? Handicap. Rechts? Nee, handicap 10, 20. Ja. En 7. Je moet er ook een beetje bij praten als een echte golfer. Nou, we gaan vandaag even een balletje slaan en daarna gaan we eventjes een broodje eten in de kantine, denk ik. Nou, gezellig, gaan we doen. Toch? Vind je het spannend? Ja, vooral deze. Oh ja, precies, ja. Kijken, natuurlijk of ik het helemaal kan. Maar... Gewoon een goede houding, ja. Zenuwachtig. Maar gaat goed. Dit is een speciaal bescherming. Ik vertrouw Daniel voor geen meter met die golfstick.
op. Nogmaals op. Ze denken dat ik het niet kan, voor de film. En voor de film moet ik het ook niet kunnen. Maar kinderen, jullie hebben dat gezien. Je had hem al in. Zeker. Maar dat is dan niet de bedoeling, hè? Nee, nee. Voor de film niet, maar voor mijn vlog wel. Nee. Ik krijg zeewierhaar. Maar waarom? Mag ik niet vertellen? Ja. Heb ik dicht bij de hole-in-one gezeten voor? Ja, zo meteen. Ben ik net uit de ja. Ik heb 6 van deze bakken trouwens, dus je kan ze lommen loslaan. Oh, we hebben voorraad. De beste raad is voorraad, zeg maar. Dat is wel echt wel grappig. Even door blijven, hier zijn even de actie. In je hoofd gaat nu Farah, die inderdaad de grootste plannen van de wereld heeft. Leuk weer, ja. En je mag bij buiten wel hier bij op blijven staan. Top, kunnen we nog 1 keertje doen? Top. Wat kom je doen, Marin? Wil je een koekje? Of ik een koekje wil? Nee, maar zo lief. Zit. Nou, in de achteruit. In de forward. Waar gaan we heen, Mandy? Forward. Nou, de forward. We gaan even de brug overscheuren. Oké. Okay. Dan naar de volgende locatie. Naar de volgende locatie. Nee, ik durf geen gas te geven hier. Oh, ja. Een hele nette golfclub dit. Ja, super. Maar waar zijn we dan, hè? Hey, hoe is het gegaan? Ja, dat was super leuk. Ja? En nu gaan we nog een scène doen. Een stuk rustiger zonder de kids. Heel leuk, ja. Ik mis ze wel heel erg, die kids zitten. Ja, waarom moeten ze naar school dan? Ja, ze hadden een dagje vrij. Een dagje koningsmee. Ze wouden ze ook niet missen. Ze gaan lekker dansen. Ze wouden ze ook niet missen, ja. Super. Doei! Ik neem een pakje fruit mee. Ja, dankjewel. We zijn iets verder op het golfbaan. Wat gaat hier nou gebeuren? Ik heb ze meteen geen handen vrij. Ik neem hem echt niet mee. En kijk eens op de golfbaan. Heb je jonkies meegenomen, jonge voetjes? Bijna schuif ik een plekje in het water. Oh, kijk dan, schattig. Tussen de rode paaltjes daar is 7 graden kwellen. Dus we kunnen even alles daar tussen neerzetten. Ik ga niet zeggen wat er gaat gebeuren. Maar er gaat wel iets spannends gebeuren. Heb je er zin in? Ik ben zenuwachtig. Ik ga mijn naam opschrijven. Daniel. Ja, ik ben heel zenuwachtig. Alle spullen? Ja. Alle spulletjes zijn halverwege. Ik zeg altijd geen angst. En doen wat je nog nooit hebt gedaan is juist leuk. Omdat je dat juist een stapje verder haalt. Dus ik vertrouw jullie en het hele team toe dat het heel leuk is. We hebben een kleine hint al hier gegeven. Maar verder zeggen we? Nee, helemaal niks. Verder zeggen we niks. Ik ga mee. Wat gaat er gebeuren? Volgens mij gaat er eentje een beetje... Heel Nederland kan zich lachen.
We gaan echt vallen. Ja. Maar dat gaan we helaas niet hier op deze vloer. Daniel! Breng me gewoon naar de warme zone. En douche. Wat is er gebeurd dan? Ja, dat kan we niet. Daarvoor moet je naar de film. Oh, dat is waar. Later! Doei! Even warm douchen. Lin! Heb je lekker... We zijn weer terug. Heb je een beetje bijgekomen? We zijn weer herleefd. Kijk, hier is Michael. Sebastian. We zijn allemaal weer warm. We zijn weer helemaal warm. We gaan even lekker eten. Ik zeg, is smakelijk. Ja, dankjewel. Ik smakelijk. Geniet ervan. Nou, Marin, maar dan krijg ik net op, hè. Ik mag niet knoeien. Oh. En nu hoor je saus in de witte broek. Dat gaat niet goed. It's killing final scene. Zo ga je dat doen. Toch een slappertje voor je halen, hoor. Ja? Ja. Misschien wil Marin me voeren. Nee, een slapper is fijn. Of zal ik je jas op mijn schoot doen? Ja, dat dacht ik dus. Ja, ja, zwart. Zwart geeft niet af. Kijk. Het is wel lekker warm. Maar deze is het helemaal zeker. Echt leer? Hè? Is het echt leer? Zeker. Nou, kijk. Tegen het knoeien. Ik zeg... Het smaakt lekker. Bon appétit. Bladdervist. Po! Ja, voor de special was zij een rots in de branden die me er doorheen hielp. En zelfs me kwam redden. Ik ga niet meer verklappen, daarvoor moet je echt aan de film. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was gezellig. Later! Ja. Nou, ik moest dus nog even wachten op set, maar gelukkig kwam Michael nog even ons nieuwe huis opnieuw bewonderen. Deze prachtige camper. Echt leuk, hè? Ja, hier hebben we een avontuur op beleven, dus het was even gezellig. Bedankt dat je kwam. En hij zit in de film. En we zien elkaar heel snel weer. Zeker. Jullie maken de beweging langer. Next level. Ongelooflijk. Wat voor camera heb je erop zitten? 5K? Wat zei je? Wat voor camera zit erop? 5K beeld? Ja, nee, 6K. Met deze hier. Twee controllers. Fan. Wow, kijk dan. Dit is echt. Dit is echt. Echte werk. Wauw, man. Ja, leuk. Kom ik met mijn kleine DJI Mini aan, hè? Ja, maar als je daar goed mee voelt, dat is ook. Kijk, en dit is dus de kracht van Stamped In, hè? Ongelooflijk. Ja, twee druppels water, hè? Nou, man, ik vond een vanzelf een dagje kool. Nou, dan parkeren we hier voor de laatste shot. Vanuit een drone shot met het. Mag ik nu nog een naam zoeken? Ben je klaar met water? Dankjewel voor deze prachtige golf experience. Ik dacht, ik geloof dat het erop staat, hè? Ja. Jammer, hè? Je bent er gewend, maar het was een feestje. Ja, en ik ben nou, ik ga nu nog even het hopelijk net zo goed doen als het met de drone. Ja. En tot de volgende. Ja. Martijn, ik vond het een ontzettend mooie golfdag. Wat vind je nou dat we nog toch de zon hadden vandaag? Het is echt blauwe lucht. Kijk, het is gewoon gek. Het wordt een donkergrauw bewolkt, ja. En we eindigen de dag met zon. En voor een zomervakantiefilm hebben we dat dan nodig. Volgens mij was het. Maar je hebt het hartstikke goed heel gedaan. Ik vond het superleuk. Het was echt te gek. Ik vond het een feestje. Dankjewel. Heel erg fijn. Vrij weekend. Tot volgende week. Uitrusten. Tot volgende week. Daar gaan we. Hop. Ja. Gordel om, daar gaan we. Oké, jawel, daar gaan we. En nou, dan ging ik maar eventjes terugrijden. Oh. Naar de kleding, gaan we, hou je vast. Oké. Okay. Dit is gaaf. Dit is gaaf. Kost op de rolbaan. Nou, super. Jij rijdt dus ook weer terug. Ja. Dat is volgens mij maar veiliger ook. Met één hand aan het sturen, bloed aan de ik zeg fijn weekend en tot volgende week. Tot dinsdag. Ah, en iedereen wil nog even kijken natuurlijk hoe het huis op wielen er ziet. Ik
Kom erin, Hetty. Kom erin, kijk. Welkom in ons huis op. Met mijn tassen. Spelend. Jas aan. Hier hebben we dan de ruime 7 zit. En dan daar de 4 stapelbedjes van de kinderen. Met een badkamer ertussen, keukenblokje, koelkast. Is dat helemaal gemaakt zoals jullie het wilden? Ja, bestond ja, het bestond al. Alleen zo vonden we hem. Hij was 10 maanden oud. En hierboven... Maar echt voor 4 kinderen geschikt? Ja, hier slapen papa's en mams. En daar die 4 kinderen. Leuk, hè? En bed kan altijd nog in het zijvak. Deze kan het naar beneden. We hebben hier nog een ruim bed voor beds. Ze kan altijd. Ik vond het zelf. Ga je voorzichtig? En waar slapen de hondjes? Ja, de hondjes die hebben hier. Ja, dat kusje gaat al weg. En dan ligt daar een kleedje. Ja, iedereen heeft zijn plekje. Iedereen zijn plekje. Heel fijn weekend. Ja. Ga je voorzichtig naar huis? Ja. Tot volgende week bij ons thuis. Hè? En lekker weer teksten. Ja, we gaan weer oefenen. We hebben alle teksten. Nee, ik heb mijn tekst nog niet. Jawel, toch? Oh, dan halen we die nog even op. Ik moet mijn script redden. Fijn weekend. Doei. Lucius, past dat wel met grote zussen? Veel te lange benen. Rom, rom, rom. Waar is de toeter? Oh, er start de motor. Start de motor. Nee, het is de motor. Daar gaan ze hoor. Ondertussen hebben wij het ontbijt op een lekker luxe is. Luxie? Ja? Ben je bij de Barbies? Ja. Oh, ik ga even naar je toe met de camera, oké? Okay? Hey Luxie. Oh, deze heb je bij uit stel gehaald. En wat speel je met de Barbies? Haar was eerst van hun de familie, maar dan die twee boos op haar. En dan moet je naar een andere familie. En deze zo. En we hebben deze schoenen en deze Barbie. Ja. En nu is het nacht. En de paardstal is er weer achter. Stal is daar. Ja, dat zit hier echt heel vaak hoor. Ik vind de Barbie heel leuk. Ja. Ja. Ik moet even Luxie dus. Je is kwijt. Luxies! gaan jullie op je motor? Ja, we gaan op de motor. Motor. Motor, lijkt het motor. Nou. En de jongens, dat is dat aan doen. En ik ga nu denk ik ooit luxe mee spelen. Zo jongens, en toen waren jullie weer in de vlog van vandaag, op deze dag. Jullie hebben net de beelden gezien van Daniel op de filmset op de golfbaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om daarna te kijken. Ik heb het net namelijk zelf ook voor de eerste keer gezien. Wat jullie net hebben gezien, heb ik net hier zitten editen de volgende dag. Ik moet zeggen dat ik af en toe wel echt weer in een scheur lag. En ook hoe leuk... we je echt een beeld krijgt hoe het op de set is en hoe de sfeer ook op de set is en hoe dat allemaal uiteindelijk die scènes tot stand komen, jongens. En jullie hebben het wellicht al een klein beetje gezien in de vlog. We kunnen natuurlijk niet te veel details verklappen, want dat zou natuurlijk de bioscoopfilmverhaal en allerlei dingen verklappen. Dat zou zonde zijn. Moet natuurlijk wel enigszins hier en daar een klein beetje spanning in blijven. Maar wat jullie een beetje hebben gezien is dat er in de scène in de film iets misgaat. En er gaan eigenlijk 2 dingen mis. Want en er gaat iets mis met Daniel. Maar er is ook een situatie waarin alles helemaal misgaat. En dat zie je denk ik niet heel erg in deze vlog. Daarvoor moet je toch echt even een bezoekje brengen aan de bioscoop. Mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. Want jongens, wat hier nu gebeurt in deze scène heeft alles te maken waarom onze vakantie op stelte is. En waarom eigenlijk de hele vakantie misloopt. Het heeft te maken met iets wat gebeurt op de golfbaan. En dat hebben ze dus gisteren opgenomen. Echt heel leuk om dat zo gezien te hebben. Ik ga hier nog even mee verder om het even af te ronden. Daarna ga ik ook lekker naar buiten, want de kinderen zijn lekker buiten aan het spelen. Daniel was alweer met grasmaaien bezig en dat soort dingen. En we moeten zo meteen toch nog echt even de boodschap doen voor het weekend. Zo, we hebben hier nu een lekker sopje. Ik voel me even met de oude camera. Wat is er, Pip? Kom, even een sopje. Ja, dat wou ik zeggen. Om even de schommel schoon te maken. Omdat er vogelpoep op zit. En dat is natuurlijk nooit zo fris. Nou, dan gaan we nu daar naartoe. Zo, kijk, Lucie zit hier in zijn huisje. Hé, jongen. En even kijken. Lucilla is hier op de schommel. Ik wil hier even ergens neerzetten. Taxi. Attractie. Oh, attractie, ja. Oké, jullie staan.
Wauw. Ja, andersom. Helemaal mooi gepoetst, broer. Heerlijk. Oh, ga je zo? Ja, ja. Mag hoor. De arm omhoog. Oh, dat past bijna niet meer, Lux. Ik weet dan hoe je bent gegroeid. En de schommel die... Ja, moet een beetje olie hebben volgens mij. Maar deze is weer geopend. Huh? Nou, en Lucie is daar bij de wippap. En Lucilla is even de glijbaan aan het poetsen. Papa gaat even alle randen gras maaien. En dan is de tiny house bij deze ook weer geopend. Hup, hup. Ja, ja, deze. Dat is mijn huis. Ja, jullie tiny huis toch? Of jullie kleine huis, hoe wil je het noemen? Ja, deze randjes moet ik ook nog maaien, Pip. Dat zie je goed. Op Pip denk ik graas het wel. Nou, gezellig. Lekker spelen in de tuin. Dat fijn, dat is dat fijn. Wow, zie ze gaan. Nou, Lucius. Is de huisje schoon, jongen? Toppie. Lekker spelen, hè? Nou, ik heb de laatste rand alweer gedaan. Kijk, ik heb hier deze tuin. Alweer even helemaal mooi zo met de wolfgrasmaaier gedaan. En nu dit stukje nog. Ja, ik heb alle randjes gemaaid. Want dan kun je met de grote maaier niet bij, jongen. Dat moet je toch nog steeds met de handmaaier doen, ja. En wie zit daar in de schommel? Hé, hey, jongen. De grote broer die weer helemaal gepoetst. Wauw, dat is lekker, hè. En ruiken jullie dat, gemaaid gras? Lekker. Ja, een lentekriebels, jongens. Hier krijgen we zin in de zomer van, hè. Ja. Nu aan de achterkant, de papa aan de voorkant. Schommelen maar. En we zitten hier heerlijk even op de wippen. Een snackje te eten. En waar is Lux die woeslip hebben? Lux, die maken ze geluidje. Hé, hey, kijk eens, is de boom het weer geopend. Wauw. Oh, ben je alles weer aan het opruimen? Ja. Oh, nou, grote voorjaar schoonmaak dan. Veel succes. Doeg. Ik ga nog even gras maaien, goed? Ik moet nog even wat handjes gras maaien. Is hier ook gras gegroeid? Nee, kunstgras, hè? Ga maar mooi schoonmaken en klaarmaken voor het nieuwe zomerseizoen. Dank je. Doeg. Zal ik deze dicht doen? Ja. Mooi alles netjes opruimen, hè? Goed. Ik ga... Lekker openlaten. Lekker fris lucht. Zo. Oké, okay, nou doeg. Stille past niet meer. Vroeger... Ja, ik kan wel. En dan denk ik dat je deze gewoon zo laat doen. Ik via daar. Kijk, dan doen we gewoon zo. Hey, ik weet dat jij hier... Ik weet een andere manier. Houd me hier even ruimte. Ik weet dat jij hier vroeger in zat, Lucilla. Zo klein als... Ja, nog vorig jaar pasten ze er nog in, hè? Vorig jaar. Dat is nog harder. Toen past het al. Nou, ik ga er maar uit. Doe maar hoe dit moet. Ja. Oh, ja, ja. Dat is ook wel schoon. Ja. Ja. Zo snel gaat de tijd. Ja. Pas op dat je er wel weer uit kan, hè? Ja. Nou, dan moet je ze naar hopen. Oké, okay, ja. En dan nu je voeten. Slim, nee, dit is nog leuk. Ik hoop dat ze er wel weer uitkomen. Ja, wat ik wou zeggen. Dat wordt... Dat denk je niet. Wat krijgen jullie te zien? Hey, dat krijgen jullie te zien in het volgende avontuur van Casper en Emma. Weet je dat nog, dat hij zo klein was? Ja. Die is nog van het oude huis, jongens. Ja. Leuk, hè? Kan Lucius nu zo lekker schommelen? Oké, okay, dan doe ik hem even op slot. Ja, dicht eigenlijk. Oké, okay. Hij zit op slot. Nou, daar gaan we. Dat de attractie begint. Ik wil even wat harder duwen. Hoe voelt het nou, oude Lucem? 8 jaar. 8 jaar, jongen. Lekker in zijn, hoor. Ja. Je bent nog lang geen 80, hè? Nee, nog lang geen 80. Nou, kijk eens. Wauw. Ik zeg prachtig, hoor. Nou, kijk eens, de kantjes zijn getrimd. En gemaaid, Lucius. Ja, was dat nou je grote zus in de schommel? Dat past dat in, Lucius. Lucius de boom het zomer klaar gaat maken. Lekker chillen, hoor. Zo, dan lijkt het alsof je net overkocht. Hallo, Lexie. Ga je de andere keer weer verder? Lekker spelen, kijk eens, broertje hier. Hé, hey, broertje. Gaan we spelen met zus in het lagerhuis. De boomhut is nog niet opgeruimd. Dan komt de andere keer, Lexie. Ja. Zo, en de dag is ten einde. Lieve meiden, ga je met papa mee? We hebben lekker gespeeld in de tuin. Ik heb alle grasrandjes erin. Ja, zeker. Kom. Ik ga even met mij, kom hier maar heen rijden. Kom maar. Ja. Ik ga even lekker met Lucilla en Luxie dorp uit. Want ik zit nou heerlijk weer thuis. De wasmijnen gedaan, nog 1 wasmachine.
Dan zijn we met de was weer bij. Parkeer alles maar, dames, want dan neem ik jullie even met me mee. Want wij gaan even warm eten halen. Weet je al waar? Parkeer de step maar. Papa wil even met jullie erop uit. Ja. Zullen we eerst nog even een kruisje gaan manden? Oké. Voor onze dankbaarheidsgebedje? Ja. Ja. Nou, naar de Rode Kerk. Dan gaan we eens even doen, hè? Op date met mij, mooi. Maar kijk eens hoe ze eruit zien. Maak eens even een rondje. Zo. Maar ik heb wel korte mouwen. Oh, je hebt hier een korte mouw aan. Lucilla ook. Nou, toppie. Mouwen. Let's go, let's go. Maar daar is best instructie. Met een mooie oortjes. Hoe heet die oortjes ook weer? Van. Oh ja. Ja, die. En Lucilla die heeft een mooi lippenstiftje op. Nou, dan noem ik jullie nu even Maria en Esther. Dat is jullie Bijbelse naam. Tweede Bijbelse naam. Ja, goed zo. Papa heeft de pet af. Dus je doet de oren af. Oh, jullie zijn zo mooi. Nou, zullen we even naar binnen gaan? Ja. Kijk dan, prachtig. Naar binnen in de grote kerk. Zo. Eerst even hier kijken. Mooi. Zo rustig hier. Prachtig. Dat is mama Maria met... Is dat weer jij nou verdoemd, hè? Ja. Ietsje dichterbij. Thuis gaan staan. Doe die maar. Ja, goed dan. Zo. Luister maar. Goed zo. Mooi, hè? Ja, kom maar binnen. Toen zijn we de wereld en alle mensen. En alle dieren. En zegen ons en bescherm ons. Bidden we zo in de lieve naam van de Heere Jezus. Zachter. Zacht stofje. Ja. Papa houdt van jullie meisjes. Even naar het mooie altaar lopen. Zo mooie meisjes. Kerkgebouw, kijk, door dat plafond en al die klanken. Mooi, hè? Als daar mijn zondagse koor zit, klinkt dat zo mooi. De kerk zegt tot ziens, ik zie nu zelf wel. Dat het dicht gaat. Ja, nee, dat het tijd is, volgens mij. Waar is dat de klok van 5 uur? Ga maar zitten. Nou, ga maar naar binnen. Volgens mij staat het allemaal op. Kijk, meisjes, hier hebben ze Chinese vaas porselein. Kijk eens. En dan even wachten op ons eten. Bedankt je wel, Maria. Oh, die is heel zwaar, samen dragen, denk ik. Pak jij de bon? Ja. Hé, hey, bedankt, hè. De volgende keer. Oh, is die zwaar zo? Oh, dat is snel koken. Hè? Ja. Dan krijg je spierballen aan. Nou, en nu op naar... huis. Hey! Hier in de terrein. Nee, je papa open stieren. Ja, hij heeft in de tractor gezeten. Oh. En we openen in de camper, maar... is dat op slot? Ja. Oh. Ik vind die mooi. Ja, dat is mooi, hè, jongen. Dan, ik heb mijn handen gewoon hier. Oh, papa, oh, papa, oh, papa, toch. Oh, 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 oh. Zo, vertrouw, hè. Hé, daar zijn ze weer. Een lekkere Chinees. Kaproek, kaproek. Kaproek. Dit ruikt lekker. Dat ruikt lekker. Even kijken, wie wil de bami? Oh, wat ruikt toch heerlijk. Wie wil de bami, hè? Heerlijk, kijk eens. Ja, ik wil ook een bami. Mama ook een lekker eitje. Mama is alles van de nasi. Papa van de bami. Heerlijk, hè? Vind je het nou weer een leuke vlog geweest, hè? Ja, dat is wel. Dan ben je een keer kijken en we zien je morgen weer. Tot morgen.